Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Dragon Ball Xenoverse. We gaan weer even lekker verder. Even lekker met Trunks praten. En even kijken hoor. Goed, sorry. Belangrijk appje van mijn werk. Moet je op reageren. Trunks, wat gaan we doen? Oké. Oh ja, we gaan nu dus de tijd herstellen. En vanaf nu wordt het spel interessant. We call this the time nest. The time nest. Oké. The supreme Even, god's even, time even. Sorry mensen, dit is even belangrijk. We also have the time vault. It has many important texts. Oké, dit is wat me wel opviel aan het spel. Ik heb al 1 minuut en 15 seconden puur kut gedaan. Dus nu leg ik mijn telefoon weg en nu gaat het goed komen. Kijk, je ziet een heleboel dingen, maar op 9 van de 10 plekken ben je sowieso niet. This is the scroll of eternity. All of time, all of history. Everything. It's all listed in here. Oh, superleuk, superleuk. Vertel me meer. Oké, kijk. Zo, super grappig. Goed, nu zie je dus hoe de history in 761 aan het advancen is. Oh, wat? Dit gebeurt helemaal niet in de serie. Dat klopt, omdat de tijd aan het veranderen is. Plus dat hij daar geen gat in zijn buik heeft. Dat is echt heel raar. Hey, Gohan ligt daar dood te gaan. Super nice. As you can see, wat kan ik zien? Is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. Oh, we have no dan choice. Meer. We have to stop it. We can't let history change. Oh, nou, dat gaan we doen, Trunksy boy. Right now, Goku is in trouble and needs help. Please. I yeah too. Nou, dus oké, dat is dus een beetje het verhaal, hè? Ik probeer niet te veel tussen de cutscenes heen te praten, want ik vind het zo vervelend als je een cutscene probeert te volgen en dan praat iemand er doorheen, plus dat je op een gegeven moment toch niet meer luistert naar diegene zegt dat je een cutscene volgt. Zo, dit is een stoere boy hoor. Look, I'll do you a favor and spare you both. Shut up! There is no way I'd ever join you! Nee, gemeenerd. Then playtime is over. Wat gebeurt er? What? Oh, Gohan? Was Gohan nog een kind en een joch. Maar dan. Wie komt eraan? Huh? Wat, wie is die lekkere dan? Ja, dat is mijn chickie. But I'm pretty sure it's someone we can trust. Goed verhaal, Goku. Iemand die je compleet niet kent. Ja, kunnen we vast vertrouwen hoor. Er is vast niks mis met diegene hoor. Komt ie, defeat Raditz. Nou, dat gaat wel lukken. Pats, pats. Mispoes, appelmoes.
much trash there is, it's still trash! Hey, can I get your help? Oké. We gaan nu een beetje vechten. Het leuke is aan dit spel is dat je op een gegeven moment parallel quests krijgt. Volgens mij heb ik het al een keer benoemd. Dus je krijgt nu gaan we Reddit verslaan. En op een gegeven moment krijgen we dus quests die gerelateerd zijn aan Reddit. En dat vind ik op zich wel grappig. Goed, ik snap als je het niet zo grappig vindt, maar oké. Ik vind dat het eigenlijk best goed gaat. Toen ik dit voor het eerst speelde, vrijdag. Het is nu donderdag, toen dit voor het eerst speelde vrijdag. Toen kon ik hier helemaal niks van. En nu gaat het wel lekker als je het mij vraagt. Hoppa. Waarom deed hij daar geen trap? Dat ik het verkeerde knopje indrukte, dat was het. Hoppa, laat Reddit Reddit. Oh, wat? Hoppa. Nou eens even ophouden hem steeds weg te trappen. Kom, nee, niet op. Oh jawel, ik raak. Hoppa, KO, motherfucker! KO, motherfucker! Hey, kan ik onder het rokje kijken? Nope. Een A gekregen, niet verkeerd. Ik ben tevreden. Ja, maar dit is compleet niet nodig. We zijn nu met z'n drieën. We kunnen hem makkelijk hebben. Oh nee. Goku vet lachen. Oh lol, ik ben dood. Doei. Hé, hey, waar is die lekkere nou dan? Die lekkere is er niet meer hoor. Nee hoor, die lekkere is weg. Ja, dat klopt, want ik ben weer terug naar mijn time travel stackie. You corrected the timeline. Good job. Goed, kijk, nou wordt de scroll weer rustig. En nou kunnen wij dus, als het goed is, nu vrij rondlopen. Dan kan ik jullie even wat laten zien. Als het goed is kunnen we nu wel een aantal dingen accesseren. Ik zal eerst trouwens eventjes deze doen. Hoppa, HP erbij. En vanaf nu gaan we dus wel wat wisselen tussen basic attacks en even kijken, KI Blasts en nog eentje. Oh, sorry niet erop. Deze moet ik hebben. Even kijken, hierheen. Is hier nog iets te doen? Nee. Kijk, Parallel Quest, daar gingen we even heen. Oh, die is nog niet open. Nou, dan moeten we nog een missie doen dus. Doe maar. Ik was even aan het denken, van gaan we dat doen? Maar waar is dat uitroeptekentje? Is dat... Oh, dat is het nieuws bulletin board. Oké, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon lekker hierheen. En weer naar Trunksy Boy. Pew, 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 pew. Siri. Fucking hond, dat ben je. Oké, we hebben dus een scouter gekregen. Nou, nu moeten we dus naar de Parallel Quest. Die is nu wel open. Fucking kutzooi. Dat is echt lelijk. Maar dan moeten we in elk geval even onze... prologue missie afronden, zeg maar. En dat gaan we dan ook zeker even doen. Kijk, daar moet heen. Bla 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 bla. Dit is dus een beetje uitleggen wat het is. En ik klik heel snel door. Maar nu gaan we dus de missie hebben geaccepteerd, zeg maar.
fuck, waar gaan we heen dan? Oké, nou, end battle with Trunks. Nou, dat gaan we doen. Oké, we moeten door het portaaltje, prima. Ik wil nu gewoon met jou praten dan, oké. Het is heel belangrijk dat je het portaaltje lokt als je er doorheen wil vliegen. Want als je hem dus niet lokt, dan kom je er niet doorheen. Ik heb hem misschien, hè, ik weet niet zeker. Maar misschien heb ik een kwartier over gedaan om dat een keer goed te krijgen. Even kijken hoor. Hier, die even pakken hoor. En dan moeten er nog twee of drie zijn. Daar is nog één. En dat is een portal. Heb ik zo? Nee, kijk daar. Gaan we eerst deze hier pakken. Ja, die materials heb je niet per se nodig. Op een gegeven moment krijg je gewoon geld voor alles wat je doet. En dan kan je letterlijk al die materials ook kopen. Ja, zo noem ik het ook wel. Oké, het volgende portaaltje is open. Maar ik wil toch nog even dat laatste dingetje pakken. Die was vlakbij. Dacht ik. Of niet? Ja, daar. Even kijken hoor. Hier was hij toch? Oh, wacht. Nee, hierboven. Hier even naar beneden. Oké, nou, zo is het al goed eerst hoor. Even kijken, daar kwamen we vandaan. We moeten die pakken. Als je hem eenmaal kan lokken, dan vliegen er veel sneller heen. Dat is toch super relaxed. Of ga ik nu wel verkeerd? Kut, volgens mij ga ik wel verkeerd. Ja, ik ga verkeerd. Fucking hoerenkots. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon weer lekker verder. Dan moet ik eerst met Trunks praten. Nou, praten. En het is dus mogelijk om allerlei speciale items ook te vinden met het scouteren. En ik raad het je zeker aan als je er zin in hebt. Maar aangezien ik nooit weet wat waar zit. En ik nog weinig moeite heb gedaan om het op te zoeken. Had ik zoiets van, ja, dat komt wel weer een andere keer. Ja, kom maar. Oh, tegen Cyberman. Oeh, paf. Misschien is dat het gevecht toch wel iets te hard, maar dat is iets wat ik terug zou moeten luisteren. Oh, ik ben nog niet vol. Ik dacht, doe ik toch even lekker mijn special. Maar nee hoor, ik doe nog... Oh, nou is hij al vol. Hoppa. Lekker voor je. Oh, nog een nieuwe enemy. Twee cybermannen. Nee, ja, die ja. Hoppa. Het finish is echt super chill. Dus ik weet nog niet precies hoe het werkt, denk ik. Maar vaak druk ik op A en dan finish ik. Dus weet je, ik ben tevreden. Maar je moet wel een vol groen balkje hebben trouwens. Dus daarom wil je op een gegeven moment wel ook wat stamina hebben. Kijk, het beste is gewoon om je punten te verdelen. Maar ja, weet je... Weet je, je moet gewoon keuzes gaan maken. Wat ben ik aan het doen? Die wil ik doen. En Saiyan is best sterk met zijn... hoe heet het? Met zijn KI aanvallen. Dus. Kijk, dit is dus een extra baas. En dat zal Raditz nu dus zijn. Als je die verliest, ja, dat maakt niet uit. Maar als je hem wint... Dan ben je wel goed bezig, zeg maar. Dat is een beetje het idee ervan. Ja, nee hoor. Ik heb geen kracht hoor. Wie maakt wie nou in dan? Raditz. Paddits. Hier, KI blast op je bakkers. Oh, hij verdedigt de helft niet. En dat
die charge kick doet hij nog niet helemaal heel goed, als ik heel eerlijk ben. Hoppa. Die combo's zijn bakken is echt kapotje hard. Oké, goed, goede aanval, man. Ah, net op het einde nog even snel geraakt, dat is lelijk. Onder het rokje. Oh, gelukkig gingen ze zo censureren, hoor. Want volgens mij was het echt. Echt niet goed, hoor, wat ik daar zag. Goed, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze kinderachtige aflevering. Ik ben een kinderachtig rotjoch. En ik spreek jullie de volgende keer weer met de volgende aflevering. Doei.